Hey, hallo! Leuk dat je kijkt naar deze video. Maak je ook wel eens van die dubieuze dingen mee onderweg? Ja, vast wel. Nou, ik in elk geval ook. En de afgelopen paar dagen heb ik het eventjes bij elkaar gezocht. Van 2 dagen tijd is dit het resultaat. Voor het verkeerslicht bij het Gouwenpark. Ik mag gaan rijden en... Oh, er komt er eentje voor. Blijkt dat er een Roemeen te zijn. Ja, die hebben natuurlijk nog geen verkeerslichten daar, dus je kan er ook niks kwalijk nemen. Hier zijn we bij de oprit A4, A5 richting Haarlem. En hier moet er nog eventjes een autootje tussen. En hij heeft erachter natuurlijk ruimte zat, maar hij moet er daartussen. Hier nog eventjes een close-up. Die eerste auto, dat gaat prima. En die tweede, ja, dat gaat denk ik ook wel prima. Want dan gaat hij daarachter maar even op zijn rem staan. Komt allemaal helemaal goed. En hij is er lekker tussen, hoor. Hier zijn we bij Al van der Rijn. N11, er stond er eentje links voor gesorteerd om links af te gaan. En ja, daar is hij weer. We hebben ons even bedacht. Toch maar even wat anders gaan doen. En een klein stukje verder herhaalt zich dat. Maar dan met een andere auto. In de verte zie je het al gebeuren. Dat gaan we even van dichterbij bekijken. Want dat zagen we natuurlijk even helemaal niet goed. Kijk. Oh jongens, het is nog een taxi ook. Ja hoor, want taxis, ja, die mogen dat natuurlijk. Geen enkel probleem. Let alvast even op die eend. Die eend hier voor ons, die gaat ons een paar keer doen verrassen. Middels wat leuk bochtenwerk. Een eend kan namelijk niet op zijn kant en dat weet die bestuurder waarschijnlijk ook. Dus ja, je gaat hem een paar keer tegenkomen nog in dit filmpje. En hier gaan we de eerste bocht door met de eend. Eens even kijken wat hij doet. En hatsaplats hoor. Nee, niet op zijn kant, maar toch een lekker bochtje. Een klein stukje verderop, vlak voor Boskoop, heb ik hem even in de close-up gezet. En dan maakt hij ook een paar leuke bochten. Helemaal lekker. En na Boskoop kom ik hem nog weer een keertje tegen. En daar gaat hij nog eens een keertje van dat heerlijke bochtenwerk laten zien. Helaas kon ik die laatste bocht niet filmen. Want dat, ja, ik moest zelf ook de bocht door. Maar daar kwam hij echt met 2 wielen van de grond. Dus jammer, maar dat hadden we even niet op beeld. Daarachterin nog een lekkere frituurpol. Een auto op frituurolie. Zag er ook goed uit. Een dag later vanmorgen dus bij Woerden. Richting Den Haag. Ik voeg niets vermoedend in. En ja hoor, alle ruimte. Er is helemaal niet druk op de weg. En ja, er moest er dan toch nog eventjes eentje tussen. Je had Kenneth en die schuift ook gelijk door de andere baan op. Alsof het niets is. Ja, er gebeurt wel niks. Maakt allemaal niet uit, joh. Hier zijn we bij Woubrugge. Daar staat een auto links voor gesorteerd. Een wit busje. En die denkt van, hè, verdorie. Ik moet helemaal niet naar links. Ik wil gewoon rechtdoor. Dus dan... Dat gaat allemaal maar goed, dat maakt ook allemaal niet uit, dat geeft ook allemaal niet, maar het is wel een beetje dubieus. Maar goed, het is beter als omrijden dan ja, gewoon lekker recht doorrijden. En er weer ertussen, netjes hoor, strak gedaan. Niets aan het handje zou ik zo zeggen. We zijn hier bij de A4 en we gaan de A5 op. En er was iemand die had een verkeerde afslag genomen. Ja, dan ga je toch gewoon even achteruit. Geen enkel probleem, joh. Gewoon even achteruit rijden en dan gewoon je weg weer vervolgen. Whatever, kun jou het schelen. En hier een typisch voorbeeld van hoe je lekker slapend rijk kunt worden op een dubieuze manier. Ga bij de politie. En dit was maar van 2 dagen. Kun je nagaan als ik het een hele week voor je bij elkaar ga zoeken? Nou, ga ik nog wel eventjes doen waarschijnlijk voor de volgende keer. Heb jij nou een videootje die je graag aan mij wil laten zien? Stuur dan eventjes een berichtje naar ikwilgraageenvideootjeaanjelatenzien@minitrans.nl. Dat is ikwilgraageenvideootjeaanjelatenzien@minitrans.nl. Is die leuk? Dan zet ik hem er de volgende keer gewoon tussen. Zie je hem vanzelf weer terug verschijnen. Hartstikke gaaf toch? Voor nu, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet om op abonneren te drukken. En als je die rotzooi niet meer wil zien en je bent geabonneerd, druk er dan weer op. Dan ben je niet meer geabonneerd. En nou, weet je wat, je kijkt maar even wat je doet. Graag tot de volgende keer. Groetjes!